Waarom kijken zoveel hogeropgeleiden neer op Frans Bauer? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik moet bekennen, een van mijn, het is toch een beetje de tijd van de guilty pleasures. En een van mijn guilty pleasures, dat is de Trosboot. Dat is een programma van een poosje geleden. Ik weet niet of u het kent. Misschien kent u wel het Tros Muziekfeest op het Plein. Maar dat was een fantastisch televisieprogramma. Maar dan ook echt fantastisch. Ik zal altijd te genieten als ik daarnaast het kijken. Ik leg even het principe uit van de Trosboot. Je hebt een boot met allerlei artiesten. Laten we zeggen de 3J's, Jantje Smit, Geer en Goor natuurlijk, Frans Bauer, Wolter Kroes, noem het maar op. Een keur aan Nederlandstalige artiesten die gooien op die boot. Dan vervolgens doen we er een presentator of twee bij. Waaronder altijd de onvermijdelijke Ron Boshart, want die heeft lekkere poep en pies humor. En dan vervolgens gooien die allemaal op een boot. En dan filmcrew erbij natuurlijk en zo, want het moet wel gefilmd worden. En dan mensen. Echte mensen die daarvan houden. En het mooie is, ja, die gaan er enorm genieten van al het moois dat de Nederlandse cultuur te bieden heeft. En het fascinerende is, bijvoorbeeld Tros Muziekfeest op het Plein heeft ongeveer hetzelfde principe, maar je kan weg van dat plein. Dus op een gegeven moment als je het niet meer trekt, dan denk je, nou ja, ik ga naar de kroeg, het is mooi geweest. Maar die trosboot, daar kan niemand af. He, dus als je daar op die trosboot zit, ja, dan zit je min of meer gevangen. Maar die mensen kiezen er zelf voor. En dat is de tijd van hun leven. En eigenlijk vind ik gewoon een heel mooi programma. Ik kon daar echt uren naar kijken. En ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd jammer. En dit is ook meteen een pleidooi voor de Tros. Mensen van de Tros, als je het ziet, trosboot, gooi het weer terug. Oké. Een cultuursocioloog, niet alleen een persoonlijke fascinatie, maar een cultuursocioloog die wil daar misschien iets mee. En cultuursociologen, en ik ben een cultuursocioloog, doet graag onderzoek naar allerlei vormen van cultuur. Van hoge cultuur, waarom mensen naar het museum gaan of van opera houden of moeilijke boeken lezen, tot lage cultuur. Nou is de eerste vraag, ja, hoe doet een cultuursocioloog dat dan? Kijkt hij alleen maar naar de televisie en is dat? Uiteraard niet. Kijk, wij maken gebruik van grootschalige surveys bijvoorbeeld, waarin we mensen een keur aan vragen voorleggen om hun voorkeuren te monitoren. Hè. En niet alleen die voorkeuren, maar bijvoorbeeld ook alle redenen waarom ze bepaalde muzikale uitingen zo verschrikkelijk leuk vinden. Ook kunnen wij vragen stellen, hè, interviews doen met die mensen. Dus ik zou mezelf ook wel op een trosboot willen zetten en dan gewoon lekker meefeesten. En tegelijkertijd interviews doen, lijkt me mooi. We kunnen analyses doen, krantenartikelen. Ik heb zelf ook wel eens een artikel geschreven op basis van een analyse van autoreclames. Hè. Eigenlijk alles is onderwerp van onderzoek eigenlijk voor een cultuursocioloog. Dus dat is tamelijk breed. Maar cultuursociologen die zijn dus heel erg geïnteresseerd in onderzoek naar verschillende groepen in de samenleving. Dan onderzoeken ze dus constant hoe zij bepaalde zaken zien, wat vinden ze mooi en wat vinden ze niet mooi. Zo heb je bijvoorbeeld een bepaalde groep. We zitten hier een beetje in de grachtengordel natuurlijk, hè, maar dat is toch een beetje elitair vaak, wordt zo vaak gezien. En die mensen die houden bijvoorbeeld heel vaak van Harry Mulisch. Daar kan je hem zien. En Harry Mulisch, mensen die zijn boeken lezen, dat zijn vaak mensen die wij beschouwen als een soort hoogculturele groep, hè? Mensen met veel cultureel kapitaal, zo noem ik sociologen dat vaak. En die mensen, die beschouwen zich, die nemen niet alleen die literatuur tot zich, maar die combineren dat ook vaak met andere hoogculturele muzikale uitingen, hoogculturele culturele uitspattingen. Ze gaan vaker naar het museum, houden meer van abstracte kunst, et cetera. En niet alleen dat, maar dat hangt ook sterk samen met hoe zij zichzelf zien. Deze groep mensen ziet zichzelf vaak als wereldburger, als cosmopoliet. Denk niet in nauwe hokjes, denk niet aan zichzelf als een Nederlander, maar denk aan zichzelf als een typische wereldburger. En niet alleen dat, maar is ook verschrikkelijk tolerant. Hè? Tolerant ten aanzien van andersdenkenden, tolerant ten aanzien van allerlei mogelijke culturen, et cetera. Maar daartegenover staan juist mensen die houden van typisch Nederlandse culturele uitingen. Denk bijvoorbeeld aan Sieneke, SBS6, De Tros, Linda de Mol. Die had er zelfs een programma over. Ik weet niet of jullie nog weten hoe dat heet. Ik hou van Holland. Prachtig programma natuurlijk. De 3J's, Frans Bauer, et cetera. En die mensen, juist die daar heel veel naar kijken, die bestempelen zichzelf heel vaak niet als wereldburger. Die mensen die bestempelen zichzelf, zo blijkt ook uit dat onderzoek vaak, als
een Nederlander, iemand met een Nederlandse nationale of ook wel regionale identiteit. En die willen die juist beschermen in plaats van weggooien en zichzelf alleen maar zien als een wereldburger. En ook zie je dat die vaak dat soort denkbeelden combineren met iets intolerantere denkbeelden ten aanzien van andersdenkenden. Dus culturele uitingen, multiculturalisme en dat soort dingen vinden ze vaak wat minder interessant om te doen. En dat uiteindelijk mondt dat ook uit in, laten we zeggen, stemgedrag. Hè? Die grachtengordel-elite, en dat blijkt ook heel vaak, die grachtengordel-elite stemt overwegend op GroenLinks, D66, dat soort partijen. Terwijl mensen, bijvoorbeeld denk aan Volendammers. In Volendam is de partij nummer 1 de PVV. Hè? En daar zie je gewoon hoe die affiniteit een beetje is. En er is een socioloog in Utrecht, geloof ik dat hij nu werkt. Ja, hij is weer naar Nijmegen gegaan, Marcel Lubbers. En die heeft daar een onderzoek naar gedaan. Ook naar die verwantschap tussen dit soort denkbeelden en culturele consumptie. En een voorkeur voor het nationale en het eigene. En stemgedrag en racisme. En daar blijkt dat ook uit, hoe dat een sterke verwantschap is voor die groep. Nou, de vraag is, zou je kunnen zeggen, of dit niet een beetje te simpel is. Dit onderscheid tussen twee groepen, hoogcultureel, laagcultureel. Want in de literatuur zien we heel vaak een soort opkomst van het omnivorisme. Omnivorisme, ik zal even die term uitleggen, dat is dat je niet alleen van Harry Mulisch houdt, maar dat je dan tegelijkertijd ook houdt van popmuziek, en andere wat in de regel wordt gezien als laagculturele uitspattingen. Dus die mensen combineren dat meer. Opera en klassieke muziek en dan tegelijkertijd ook een beetje pop en rap en noem het maar op. Dat is gewoon een soort amalgaam van muzikale voorkeuren. Dat is onderzocht door Bethany Bryson in Amerika in een artikel dat heet Anything But Heavy Metal. En wat zij onderzocht was juist dit, die opkomst van dat omnivorisme. En wat zij liet zien is dat er inderdaad een groep mensen is, hogeropgeleide heel vaak, die allerlei uitspattingen kunnen combineren met elkaar. En wat nog meer is, zij beweert daarbij, en ze laten daar eigenlijk ook zien, dat omnivorisme ook samengaat met die tolerantie. En dat is eigenlijk ook heel logisch, hè? Dat als je heel tolerant bent ten aanzien van allerlei culturen, dan vind je het ook heel logisch om van al die culturen wat mee te nemen. Maar er is echter één maar, en dat is dat die groep mensen, die groep culturele omnivoren, laten we zeggen een pest of een tyfustering hekel hadden aan, heavy metal. Precies, want heavy metal, dat was dan precies de muzikale uitspatting van, laten we zeggen, poor trailer trash. Ja, figuren, hè? Van die lager opgeleide mensen die in een camper wonen ergens aan de rand van de stad. En die hadden gewoon maar één ding. En dat was heavy metal. En precies die trokken ze niet. Waarbij je dan toch kan zien dat er toch altijd nog een soort gevoel van distinctie is. En dat mensen, hoger opgeleide in dit geval, ook al willen ze wel allerlei muzikale uitspattingen met elkaar combineren, toch altijd nog enige afstand houden tot de lager opgeleide, tot mensen met andere soortige culturele voorkeuren, zoals heavy metal in dit geval. En je kan je ook afvragen of dat ook in Nederland het geval is. Dus nou heb ik een vraagje aan jullie. Kijken jullie eens naar de volgende slide van... weten jullie wie dit is? Handen omhoog als jullie het weten. Oké, ik zie helemaal niks, want er zie je alleen maar lichten natuurlijk. Maar toch maar 3 of 4 zie ik er, heel goed. Wie is het? Peter Beense. Inderdaad, Peter Beense. Hij werkt hier om de hoek. Hij is de karaoke-koning van het Rembrandtplein, laten we het zo maar even zeggen. Het is een enorme, gezellige, iets te dikke, met maagbanden ingesnoerde... zanger des vaderlands, laten we het zo maar even zeggen. Nou, dan hebben we de volgende. Even kijken, Tessje, wie is dat? Weet iemand wie dat is? Jannes, exact, dat is Jannes. En met Jannes, dat is ook hartstikke mooi. De rest weet het uiteraard niet, maar Jannes, die heeft muziek. Hè? Die maakt muziek en die componeert die in één keer. En dan vervolgens dan denkt hij, hoe weet ik nou of het een hit is? Dan gooit hij zijn kinderen op de achterbank. Dan zet hij die muziek aan en als ze het in één keer kunnen meelallen, dan heb je een hit te pakken. Hè? En dan hebben we de laatste, dat is, die is het bekendst. Wie is het? Frans Duits, inderdaad. En Frans Duits is eigenlijk de enige, zo beschouw ik hem tenminste, de enige echte opvolger van André Hazes. Maar die heeft thuis een heel mooi, machtig mooi sloopbedrijf. En dat houdt hij allemaal nog draaiende, zolang die muzikale carrière niet al te veel oplevert. Nou goed,
die lager opgeleiden. En dit zijn precies typisch uitspattingen waarvan je kan zeggen, en waarvan ook blijkt uit veel onderzoek, dat dat muzikale voorkeuren, dat lager opgeleide hier met name ook een muzikale voorkeur heeft. En dat u met z'n allen niet heel goed weet wie die mensen allemaal zijn. Bij de laatste kwamen er wel redelijk uit, maar bij de eerste twee niet. Toont aan dat u daar toch niet zoveel mee heeft. En dat hoger opgeleide, grachtengordel mensen, laten we het zo u maar even samenvatten, toch een beetje een hekel hebben en afstand willen houden van dit soort culturele uitingen. En dat wilde ik eigenlijk eens verder onderzoeken, want dat vind ik interessant, over hoe dat hoger opgeleide toch eigenlijk, ja, soms tolerant zijn, en waarvan heel veel mensen denken dat ze tolerant zijn, maar dan toch heel afwijzend zijn tegen sommige specifieke culturele uitingen. Wat ik dan toch vreemd vind, als je heel tolerant bent, waarom zou je dan niet de cultuur van lager opgeleide ook omarmen? Nou had ik een studente, die wilde een scriptie schrijven. En die studenten, die heb ik maar eens, die was heel netjes, echt super netjes. En die heb ik dan toch maar eens op wat hoger opgeleide afgestuurd. En gewoon eens gevraagd van, joh, luister eens, wat vind je eigenlijk van lager opgeleide? Nou, als je dat vraagt, hè, als je aan een hoger opgeleide zegt, wat vind je van lager opgeleide, krijg je een politiek correct antwoord. Want dan heb je gewoon, ja, luister, dat zijn natuurlijk prima mensen, mogen er ook wezen, et cetera. Dus wat heeft zij gedaan? Zij heeft gedaan, ze is begonnen met te praten over politiek. En gewoon zeggen, wat vindt u nou en wat vindt u allemaal niet? En vervolgens heeft zij gevraagd, constant, van u bent heel erg voor de D66 of GroenLinks. Maar er zijn ook mensen die stemmen op de PVV. Wat vindt u daar eigenlijk van? En dus via een indirecte manier heeft ze eigenlijk constant gevraagd om hun ideologische tegenhangers. En ook, wat vindt u van multiculturalisme? En zodra ze heel positief antwoord gaven, hebben we gewoon ook gevraagd, ja, wat vindt u dan van mensen die dat dan niet vinden. En vervolgens zijn we overgegaan op huwelijksgedrag. Want we weten uit onderzoek blijkt dat hoger opgeleide veel samengaan met hoger opgeleide en lager opgeleide veel samengaan met lager opgeleide. En dat effect alleen maar toeneemt. En als je dan vraagt aan mensen, stel nou, u heeft een dochter, maar die komt thuis met een lager opgeleide. Wat vindt u daarvan? En uiteindelijk hebben we eens gevraagd, van, wat vindt u nou eigenlijk van lager opgeleide? Nou, ik kan u één ding vertellen, als u die scriptie te pakken krijgt, en hij is wel in de online repositories te vinden, daar staat een hoop scheldpartijen in, allemaal van hoger opgeleide, over lager opgeleide. En dat toont eigenlijk aan dat proces van distinctie, dat proces van het steeds maar onderscheid willen maken tussen hoog en lager opgeleide, dat nog steeds gaande is in Nederland. Hè? Dus dat heeft dan wel een andere vorm. Hè? Dat gaat dan niet over heavy metal. Heel vaak gaat het over Frans Bauer en over Frans-Duits en noem het maar op, Jannes. En heel vaak zijn die denkbeelden heel erg streng. En nu vraagt u zich misschien af, ik praat de hele tijd maar door over cultuur, over de cultuur van lager opgeleide, over de cultuur van hoger opgeleide. En we zitten toch een beetje in een tijdsgevricht waarbij je dan denkt, ja, hallo, het moet toch allemaal wat opleveren. Je kan toch niet zomaar praten over cultuur alsof het helemaal niks betekent, of weet ik veel wat. Dus daar gaat het volgende college over. Wat zijn eigenlijk de effecten van cultuur en waarom is dat belangrijk genoeg om er iets van te weten?